KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij de Eredivisie. En we gaan hier vandaag de wedstrijd Brian Hessing tegen Dani Visser, a.k.a. de Heracles tegen de Graafschap. En ik ga jullie van commentaar voorzien, maar dat doe ik niet alleen. Dat doe ik namelijk met Pasquie. Ja, dank je. Je bent gewoon als commentator hier nu gewoon ingestapt. Ja. Want hoe ging de competitie voor je? Ja, iets minder dan gepland natuurlijk. Heb jij tegen een van deze twee spelers gespeeld? Ja, tegen Brian dit seizoen al 2-3 keer zelfs. Zeker. In de Global Series kwalificatie. Ja. Nipt verloren in een best of 2. En één keer ben ik hem 's ochtends vroeg in de Rivals tegengekomen. En dat was echt om 20:30 's ochtends. Oké. Dus nee, toen won hij terecht en heel dik. Maar ja, Brian is gewoon heel goed, hè? Ja. Ja. Brian is natuurlijk in de bizarre pool. Dat was uit mijn hoofd was dat pool A. Ja, met Ajax onder andere. Met Ajax onder andere en natuurlijk met Mitchell die dan vijfde is geworden. Is Brian dus vierde geworden. Ja. Heel erg bizar. Ja. En Dani die is derde geworden. En wat dat betreft is het wel een hele spannende pool geweest voor beide. Waardoor ze uiteindelijk niet bij de eerste twee terecht zijn gekomen. Wat natuurlijk uitstellen staan. En hier krijgen we de kans voor Dani. Ja, ja. Dit is de eerste goal. Dit is de eerste goal. Goed, en dan zien we ook hoe goed Dani is. Hij is zeker warm. Dus wat dat betreft een hele lekkere start voor Dani. Dames en heren, we spelen dus de play-offs. En voor de duidelijkheid, elke speler die derde of vierde is geworden in hun pool, dus pool A, B of C, die gingen naar de play-offs. En daar zitten we dus nu in. De play-offs is weer één grote pool. En de eerste twee, iedereen speelt dus tegen elkaar. En de eerste twee, bijna de kans voor Brian. Oei. En de eerste twee van deze play-offs van de groepsfase, die gaan dus door. Het is een mooi systeem. Als je ziet dat je hoeveel wedstrijden je eigenlijk dus nog speelt als je derde of vierde nog bent geworden. Natuurlijk wil je eerste of tweede worden, maar ja... Och, de paal. Beetje pech nu voor Brian, want hij verdient wel een goaltje nu. Had in het begin ook een grote kans. Werd toen geblokt. Zijn one-touch finesse noem ik het maar. Ja, nee, maar is het ook. En dat zijn toch wel echte fraude dingen. Ik bedoel, we kennen het allebei, hè. Dus, als je kijkt naar de echte top natuurlijk. Met Stefano, die we natuurlijk ook in de Eredivisie hebben. Die wereldtop is. Met Dani. Met Tex. Met nog veel meer mensen. Kijk, hier komt hij weer. Ja. Ja, en die wordt hij wel goed voorspeld. Maar die one-time finesse, dames en heren. Randje 16 op de hoek. Maakt niet uit. Het is ongelooflijk sterk. Dani, onze pool, waar wij dan zaten. Groep C. Ja, derde geworden uiteindelijk. Ja. Maar als je ziet, ik mag het natuurlijk wel zeggen, maar een sterke pool dat het natuurlijk was. Ja. Dat Renzo met 7 punten niet door is gegaan, dat is natuurlijk bizar. Met 5 wedstrijden, ja, dat is inderdaad bizar, ja. Heel erg zonde voor Renzo, die natuurlijk eigenlijk een Xbox-speler ook is. Ja. Dus ja, vind ik heel knap als je dan op een console speelt waar je eigenlijk niet op speelt. Dan nog 7 punten haalt tegen zulke toppers. Ja, eens. Natuurlijk Bas Quist, waar we natuurlijk veel van verwachten van Excelsior. En natuurlijk de twee toppers, Tony Kok en Jimmy. Eigenlijk zagen we die wel een soort van als favorieten voor deze pool. Ik had Jimmy misschien vooraf als grotere favoriet. Ja? Ja, als ik op papier keek... Internationaal gezien deed het vorig jaar natuurlijk hartstikke goed, hè? Zeker, ja. En dan keek ik naar vorig jaar. Toen was Tony ook een beetje wisselvallig, vond ik, in de Eredivisie. Ja. Had een hele goede overwinning natuurlijk. Maar dit is trouwens goed, hè? Ja, maar kijk, ze voorspellen al ver van tevoren waar de bal heen gaat. Omdat je weet, dit is gewoon, vanaf die positie is het moeilijk om dat first-time finesse in de korte hoek te doen. Dus dan doen ze het bijna altijd in de lange hoek en dan is het makkelijk te voorspellen voor de keeper. Zodra jij rond de rand 16 die bal krijgt, moet jij hem altijd gelijk de keeper in de lange hoek zetten eigenlijk. Altijd, ja. Maar, wat is dit voor een opvallende bal? En dan over het keepersaspect. De Gea, Courtois, Neuer, Pasquie. Laat je licht even schijnen over deze dilemma. Ik ga ze alle drie even bespreken. Ja, doe het eens. Courtois. Ja, kut. Ja, nou, ik weet niet wat het is met keepers, maar hij is heel lang. Maar het lijkt soms alsof hij zijn lengte niet gebruikt om bijvoorbeeld longshots eruit te halen. Je verwacht, hij is lang. Hij gaat makkelijker ballen eruit halen. Maar dat valt echt heel erg tegen. Hij lijkt juist moeite ermee te hebben. Ik vond Courtois de minste van die drie. Echt? En weet je waarom dat helemaal is? Zijn passing is zo slecht. Ja, als jij onder druk komt... Maar merk je dan dat het bij een De Gea of een Neuer beter is dan bij een Courtois? Neuer, dat het dan sneller gaat? Neuer is zo goed aan de bal. En vooral als hij hem uittrapt. Hij legt ze echt gewoon op de borst. Als jij hem randje 16 schiet naar de rechts of linksbuiten, hij legt ze perfect of over de linies of bij iemand nogmaals stropdas. Ja. En dat is echt gewoon... heel erg fijn als jij gewoon natuurlijk op balbezit ook speelt. Als je even terug naar de keeper kan en hij hem perfect weer diep legt op een ander. Ja. Maar ik denk dat de Gea de meest complete is. Heeft hele goede reddingen, is goed aan de bal. En het belangrijkste is zijn reflex. Hij heeft hele goede reflexen. Eén op één van die rare situaties. Soms nog even met zijn voetje of net met zijn teen. Of met zijn... Nou, het zijn allemaal natuurlijk goede keepers. Maar voor dit geval werkt dus de Gea het meeste in jouw... Want welke keeper heb je dat kunnen zien? Welke keeper Brian heeft? Ik heb het nog niet kunnen zien. Ik weet dat het is Neuer. Bij, Brian gebruikt ook Neuer. Ja, dat het zou in mijn ogen geen ook... Neuer. Maar ik vind het wel leuk, want vorig jaar was natuurlijk De Gea. Iedereen had De Gea. De Gea was de beste. Ja, maar dat kwam door die dubbeltapschoten. Ja, dubbeltap, dat je met zijn voet uit elkaar ging. Ja. Ja. Daarom gebruikt mensen zelfs... Meer lengte heb je natuurlijk nodig met... omdat je die R1 schoot hebt in de kruising. Maar nog steeds wel een hele spannende wedstrijd. Er wordt veel balbezit gespeeld, de kansen worden afgewacht. En we hopen toch wel even nog op een kooltje, want het zou wel vlek zijn. En Brian verdient er wel een, laten we eerlijk zijn. Ja. En hij is gullet. Brian, je doet het goed, jongen. Geen geluk, man. Ja, nee. Geen geluk. En daar heeft hij absoluut gelijk in. Hij heeft de kansen, hij heeft de schoten. Maar tot nu toe nog niet nauwkeurig genoeg in de afronding. En je weet wat ze zeggen, hè? Valt hij niet bij jou, dan valt hij dadelijk aan de andere kant. En hier zien we Ronaldo. Nee. Oh, dit... Ja, gewoon zulke schoten. Ja. Weet je, je hebt de spelers. Dus van, je kan lekker van afstand gewoon zulke balletjes lekker op de kool knallen. En hier zien we Pelé. En Brian mag weer. Ja, dat is ook wel... afgelopen weekend ook heel veel gebruikt. Ik had natuurlijk die 95 Pelé voor het eerst gebruikt. Ja, dat was ook wel wat, hè? Ja, het is heel goed. Hij is zo snel en behendig. Maar wat ik dus... Ja, en dit spel nadeel vind is aan Pelé dan, hij moet bijna 5 sterren weekvoet hebben. En dat klinkt echt heel belachelijk wat ik zeg, maar op het hoogste niveau moet je Neymar, Eusebio, Cruyff en R9 eigenlijk hebben. Dan kan je uit alle hoeken, standen, finesses... Het moet onvoorspelbaar zijn in welke hoek je gaat schieten. Daarom is Del Piero bij mij echt sterk. Ja, dat is ook tweebenig. Nou ja, absoluut. En Brian die zit nu al een klein beetje te mopperen. Maar dat is voor Brian's doen, dus dat is wel best wel normaal. Valt mee. En het valt nog mee inderdaad. En laten we eerlijk zijn, Brian heeft de kansen. Dus Dani staat voor met 1-0. Ja. Goede goal. Ja. Maar als Brian dit gewoon volhoudt, dan kan het niet lang zijn voordat hij dan dat goaltje maakt. Ik wens ze beide... Oh, kijk eens, nog even lekkere dubbele scharen. Dat is even mentaal. Dat is goed. Daar begint hij goed ben jij daar ook van? Bij de aftrap dat je nog even gaat skillen? Ja, meestal wel. Ja? Even, dat vind ik altijd echt super vervelend. Ik doe meestal die Iniesta, hoe heet die? La Croquetta. Ja. La Croquetta. Die doe ik meestal al gelijk. Oh, komt hij weer? Ja. Dani. Oeh. Maar goed, ja. Maar niet goed getimed. Normaal gesproken zou ik die met L1 R1. Daar ben jij heel goed in, dat moet ik toegeven. Nee, dankjewel Pasquie. Dat is lief. Dankjewel. Als je maar het nadeel is van die L1R, als jij hem niet groen timed, zelfs als je hem groen timed, gaat hij altijd 30 meter naast. Klopt. Maar als jij een finesse schot doet en je timed hem rood en je neemt hem niet eens aan, dan vliegt hij erin. Ja, en dat vind ik dus jammer, dat die L1R1 is eigenlijk een goede manier van afmaken. Ik heb er een paar keer mee gescoord, die keeper blijft gewoon soms staan. Ja, ik vind, de keeper die gaat er nog ineens aan beginnen. Dat vind ik wel leuk. Maar hier wel echt lang balbezit voor Dani trouwens. En hier zie je de finesse. Nee. Dit zijn de momenten dat je niet kan voorspellen welke kant. Dat is het met Dani. Hè. Die wacht wel heel lang. Brian beweegt zijn keeper. En die gaat dan uiteindelijk nog voor een lange hoek. Want Brian dacht dus dat het een korte hoek was. En Brian heeft echt de kansen. Die pakt nog even zijn rust. Hij moet voor zichzelf ook echt rustig blijven. Het is ook helemaal niet erg om tegen Dani achter te staan. Maar... Hij doet het goed, Brian. Je krijgt echt je kansen, jongen. Wees alsjeblieft rustig deze wedstrijd. Het kan echt nog wel goed komen. We hebben nog een tweede wedstrijd natuurlijk zo naar de break. Ja. Sorry? Hij heeft meer kansen gehad tot nu toe. Ja, hij heeft meer kansen gehad. Maar Dani gaat er wel echt heel erg effectief mee om, hè? Oh god, wat gebeurt dus? Hij heeft blijkbaar iets wat hij bedoelt van... Dat hij niet goed... Ja, wat hij bedoelt. Ja, ik weet ook niet wat hij bedoelt, maar... Ik denk dat ik weet wat hij bedoelt, maar... Ja, waarschijnlijk iets met vertraging. Oh, de vertraging in het spel. Daar weet je alles van. Ik mag het woord helaas niet meer herhalen vanuit Fox Sports en Eredivisie, maar... Er schijnt iets te hangen met een D. Delay, ja. Mooi zeg. De route hierheen bevat al delay, dus ja. Dat belooft komt iets. Ik moet ook zeggen, Dani is het goed verdedigen. Waar Dani echt de kansen heeft gehad bij Brian, kwam die echt heel dicht bij de goal. Ja. Echt heel dichtbij, echt gewoon bijvoorbeeld de goal die net was, Dani, ja. De 2-0. Dat is gewoon echt een schotkans. Dat is echt gewoon een... Dat is gewoon open bloot, hij kan korthoek, hij kan langhoek. En Dani die is nu heel erg goed aan het verdedigen. Dat mogen we echt best wel zeggen. Wat mij ook opviel aan zijn wedstrijd tegen mij was... Vieira zo weinig conditie? Ja, hij is heel snel altijd... Ja, is dat zo? Die 88 Vieira bij mij dan al, het is 91 zelfs, die heeft nog meer, die 4 stamina meer nog dan die 88 volgens mij. Bizar. Die, hij is best snel move zo. Ik weet, bij mij is die ook altijd veel sneller move dan een baller. Terwijl die qua conditie volgens mij hetzelfde of beter zelfs is. Misschien heeft dat te maken met zijn werktempo. Maar ja, okay. Dat zou heel goed kunnen. Dat hij toch overal loopt, voor en naar achter. Ja. Maar Dani, wat ik wilde zeggen is... Zeg dus. Hij is zo rustig. Voor iemand van zijn leeftijd al. Toen ook tegen mij pot. Ik had niks meer te verliezen die wedstrijd. Hij heel veel nog. Want stel ik zou winnen of gelijk spelen of wat dan. Had het nog... Zie je in de, als ik gelijk had gespeeld, dan had hij, was het natuurlijk 50 eindigd. Zo in de pool. Ja. Maar... Ja, het deed hem allemaal niks. Hij speelde gewoon rustig. Na elke goal was hij ook niet heel blij. Hier komt hij. Oh ja, dat is goed, hè? Ja. Dat is goed. Je verwacht dat je schot. Dus in eerste instantie is het van, je verwacht dat hij vanaf daar gaat schieten. En dan verwacht Brian dus dat hij met de keeper moet gaan verplaatsen. En dat je dan nog een stapje vooruit denkt. En dat je denkt, nou doen we nog één keer pasen. En dan ben je weer verder. Dat is heel knap. En dat is ook de Eredivisie. Dat zijn laat alleen maar de spelers zien die echt een paar stapjes vooruit denken. Hoe snel het allemaal gaat. Heel knap. Mooi om te zien. Ja. Maar hier komt Dani weer. En bij 3-0 wordt het toch een heel moeilijk verhaal voor Brian. Want... Oh. Ja. Oh, die had hij een lange hoek moeten doen. Hè? Ja, het is makkelijk om te zeggen achteraf. Maar in de 70ste minuut Gullit. Messi. Vieira. Ja, krijgt hij weer zijn kans, hoor. Ja, maar, tuurlijk, man. Maar, dat is knap, het doet het heel goed, hoor. Maar ik weet niet wat er is met Brian. Maar Dani krijgt echt de kansen die hij krijgt. Dat zijn echt redelijk open kansen. Dat zijn echt... Het is gewoon een soort van schiettent geworden. Ja, terwijl Brian wel kans heeft gehad in de eerste helft. Maar het is minder, voor mijn gevoel. Ik denk dat Brian inderdaad ergens mee zit dat hij zich irriteerde net al een paar keer. En moet je wel een beetje over je heen laten. Zeker, hij moet het eigenlijk moet je het accepteren, maar ja, ik mag dat helemaal niet zeggen. Maar het is zo moeilijk als jij er niet lekker in zit en de ander wel, om dan ook nog eens balbezit te houden. Het meest simpele is balbezit. Ja. Maar dat zo traag weer, man. Zie je nou, hij is nu wel een beetje. Precies wat we dachten al, natuurlijk, dat hij het heel traag vindt. En je merkt het aan zijn balbezit. Ja, nee, maar het is ook zo. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. We hebben Brian echt... we zien Brian natuurlijk in de Weekend League. We zien Brian... zien we presteren natuurlijk online. Maar voor echt niks. Voor beide is het gewoon echt het moment... Wat is dit trouwens dan? Ja, heel bizar. Maar voor beide is het toch wel echt nu een heel beetje onwerkelijk gevoel hoe traag voor hun allebei gaat. En we weten allemaal dat ze allebei hartstikke goed kunnen spelen. Maar voor Dani is het nu wel echt een hele chille voorsprong geworden wat dat betreft. En Brian moet wel echt hopen dat hij of zich gaat aanpassen aan de manier waarop het nu speelt. Of het gaat een heel moeilijk verhaal worden voor hem. Tweede wedstrijd, het kan zo anders zijn. Ja, ik, nee, daarom, weet je. Ik hoop er weer... Dames en heren, dit is echt knap, want ja, het is echt heel goed, hoor. 99 van de toppers zou nu denken dat het eerste schot dat hij weer zou schieten. Die extra paas is zo... knap, hoor. Ja, is goed, hoor. Is echt heel goed. Maar toch is het wel een paar keer Pelé, die in die situatie, dat vind ik dus wel raar. Pelé staat elke keer daar op die rand 16. Ja. Als hij daar iemand heeft die met links kan schieten. Maar elke keer als je in plaats van het schot doet, doet hij ook gewoon kruisje. En elke bal komt ook gewoon aan. Echt heel bizar. Het is echt heel bizar. Het is echt een kenmerk van de maar het worden. Blijft Pelé. Hij is niet 5 sterren weakfoot of hij is niet linksbenig. Ja. Nee, ja, sowieso. Pelé is wel echt een van... ook als je zo'n schot hebt natuurlijk. Oh, nice. Nou ja, het is natuurlijk... Pelé heeft gewoon genoeg voor schieten, et cetera. Hij heeft natuurlijk 98 kaarten en als je dan 4 ster voor je weakfoot hebt, is ook wel genoeg. Maar... Die Mbappé, die... In vorm vooral, of ja, eigenlijk gewoon zijn standaard kaartje. Ja. Hoeveel die met links finesse schoten erin schiet. Ja. En dat komt waarschijnlijk omdat hij die finesse schot als trade heeft. Maar alsnog, het blijft 4 sterren weakfoot. Maar hoeveel er dan alsnog in gaat, dat is absurd. Dat lijkt bijna 5 sterren soms. Ja, ziek hè. Ja. Het zijn hele goede spelers. Dani zorgt dan toch nu af voor balbezit. We gaan in de 90ste minuut in, dames en heren. En... het is Brian zelfs die bal Brian zet. Inderdaad. Ja, ja. Zo, hè? Ja, het is Brian inderdaad die balbezit houdt. Die waarschijnlijk gewoon denkt, ik ga deze pot gewoon maar met 3-0 verliezen. Want 4-0 zelfs. Ja. Ja, heel bizar. Dat Brian, hij wil waarschijnlijk de laatste aanval. Dat is wat hij wil. Ja, en hij is denk ik met deze... Goed zeg! Oh, hij zit ook echt niet mee. Mooi doen. Nee, het zit niet mee. Het zit niet mee. Hij heeft echt wel zijn kansen gehad en verdiende echt wel een goal. Knap dat hij hem ook weer paaste, hè? Kijk die keeper, hè? Kijk die keeper. Ja. Nee, dit is een zure nederlaag, maar gaat de keeper, kans misschien gaat afluiten. Nee. Brian had wel zeker een goaltje verdiend, dames en heren. Maar we gaan rusten. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Dit is de eerste wedstrijd in de play-off. En na de break gaan we lekker door met de tweede wedstrijd. Kan Brian verrassen of gaat Dani met de winst er vandoor? Tot zo, na de break. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij de Eredivisie. En we zijn bij de play-offs. En de eerste wedstrijd is namelijk al gespeeld. Want dat is 4-0 geworden voor Dani Visser. Maar Pasquie, je hebt de eerste wedstrijd 4-0 verloren. Hypothetisch gezien, hè? Als Brian zijnde. En het speelt niet lekker. Gaat niet goed voor je gevoel. Wat doe je dan die tweede wedstrijd? Ja, het is lastig. Ga je voor formatie wisselen? Ja, dat is ook raar. Heb je een plan B wat dat betreft? Ja, dat heb ik meer tijdens de wedstrijd. Ik heb dan vooraf alles al ingesteld. Dus ja, dat verdedigend aanvallend. Eén tikje verdedigend is 4-3-3, sorry. En één tikje aanvallend is 4-2-2-2. Maar wel met dezelfde tactiek. Helemaal niet meer druk of wat dan ook. Maar het is puur één andere formatie. Maar hier trouwens een hele goede actie alweer met Ronaldo. Schade, je ziet toch aan hoe hij speelt dat het... Onbevreesd, onbevangen. Onbevangen, niet wat de oudere generatie of ja, als je kijkt naar ja, ik, Brian of anderen, dat je gewoon ziet dat die jongens klagen daar niet over. Die klagen niet over, oh, er zit een buk in het spel of je scoort alleen maar van afstand schoten. Nee, die weten niet beter, die accepteren het en die vinden het zo prima. Maar je kunt zich makkelijk aanpassen. Inderdaad, de jongens die er wat lang in zitten, die vooral echt al sinds de oude garde FIFA spelen, die klagen daar meer over. En dat is aan de ene kant te begrijpen. Ja, omdat ze waarschijnlijk van een spel komen wat wel beter te spelen was dan dat het nu is. Ja, maar aan de andere kant, je moet wel gewoon roeien met de riemen die je hebt. Ik bedoel, het is nu vervelend voor Brian, maar hij moet nu wel echt aanstalten maken. En hij haalt ook lang balbezit. Ja. Ik denk, ik ga even wachten tot mijn kans komt. En dat komt altijd wel als je lang balbezit houdt. Hier komt Gullit. Ja, en dit was dus voorspelbaar. Het is zo goed dat hij alweer die keeper verplaatst. Ja. Dani die zet zijn keeper in de lange hoek. Ziet dat Eusebio gaat aanleggen, is natuurlijk tweebenig. En ja, het is zo moeilijk voor Brian nu dat je weet, je staat 4-0 achter. Ja. En je moet rust bewaren. De aanval, je kan niet gehaast in dit spel aanvallen. Je moet rustig. En dat is zo stressvol als je weet dat de klok doortikt. Ja. Het is alweer de 14e minuut. Je moet 4 goals minimaal maken. Ja, je moet sowieso, ja, natuurlijk ook de doelstelling gaat belangrijk worden. Dat je maar 5 wedstrijden speelt, dat zag je ook in de voorronde, dus in de poolfase. Hoeveel mensen niet op doelsaldo door zijn gegaan, dat is niet normaal. Renzo is niet doorgegaan op doelsaldo, Mitchell is niet doorgegaan op doelsaldo. Dus wat dat betreft is het wel wordt het een lastig karwei. Ja. Maar ik ben toch wel heel erg benieuwd of Brian snel die aansluitende sterven kan maken. Want kijk, je verliest nu van Dani, dus mogen we daarvan uitgaan. Kan natuurlijk nog veranderen. Maar je verliest van Dani. Dat is niet erg. Nee. Want je hebt nog 4 andere wedstrijden. En weer die andere 4, daar ben je gewoon door. Ja, we weten natuurlijk ook niet hoeveel het staat bij de andere wedstrijden. Stel... ja, het is sowieso de eerste wedstrijd. Dus het maakt nog niet zo heel veel uit. Nee, maar stel dat het 2 gelijke spelletjes zijn tussen de andere wedstrijden. Ja, dan... dat is ideaal. Dan heb jij wel verloren. Maar je staat uiteindelijk maar 1 punt achter. Ja. Ben jij van die mensen die toch ook weer gelijk spelen. Kijk, als je 3 keer gelijk speelt of 1 keer wint, ja, natuurlijk, het is een simpele rekensom, maar 3 keer gelijk spelen, daar schiet je ook niks meer op. Je kan beter 1 keer of 2 keer winnen, dan klap je gelijk veel punten naar voren. Ja, dus meer risico spelen, zeg jij? Ja, ik zou echt, je moet... Ja! Oh. Wat moet je doen? Bizar, man. Ja, hij gaat er niet in. Nee, nou, ik vond het wel opvallend dat hij in de korte hoek schoot. Maar ik ook. Maar ik zag hem in de lange hoek. Die keeper die dacht natuurlijk van hij gaat in de lange hoek. En dit was echt een hele mooie aanval. Zeker, heel, en weer heel een bal op het aluminium voor Brian. Het is echt, hij heeft nu wel echt een beetje pech. Ja, maar was het een timed? Het was geen timed. Nee. En dat is wel het verschil met Dani. Ik vond het alle respect voor de avond, maar ik vond misschien iets te gaas nog op het einde. Ja, ik weet niet. Kan je zeggen. Jij mag dat zeggen als commentator. Nee, maar als je net die Dani zag, hoe rustig hij bleef. Ja, nee, dat is wel echt zo. Het is nog wel echt een verschil tussen Dani in de afronding en Brian in de afronding. Op dit moment in deze... Tuurlijk, hij kan er gewoon ook in. Ik kan stom lullen. Kijk, komt hij weer. Ja, oh. Staat er alweer met de keeper. Hij stond er al. Hij koos de verkeerde hoek. Wat Brian eigenlijk moet doen is gewoon een keer vol in de korte hoek gaan schieten. Eén keer, ook al zit hij niet, dan gaat Dani ook... Als je nu een paar keer in de korte hoek gaat schieten, gaat Dani twijfelen of hij de keeper moet gaan verplaatsen. Ook al gaan ze niet in, je brengt de tegenstander wel zeker aan het twijfelen door een paar keer van die korte hoek te janken. Toch. Maldini. Ja. Maldini helemaal voorin. Ja, hij kwam natuurlijk van die corner. Alessandro. Hij speelt dus nog 6-4-1-2-2, hè? Ja, dat weet ik niet helemaal. Wel, ja, 4-1-2-2, de beste formatie voorgaande FIFA's bijna. Dus de afwisseling tussen 4-2-3-1, maar vooral 4-1-2-2. Ja, Gullit. Ja. Nee, dat is... Het moet wel voor Brian moet nu wel snel een goaltje komen. Wilt hij nog een verschil gaan maken in deze wedstrijd? Knap hoor, ook Dani in de pool. Floor, eerste wedstrijd 3-0 van Jimmy. Ja, tweede pot 6-0. Het is tweede pot 6-0. Dat is echt heel ziek, ja. En dat ging zo gemakkelijk. En je zag, ja... Ik denk als je... Switch is een keer, man. Team Gullit zit dus natuurlijk bij. Ik denk Dani op dit moment misschien wel de beste van die organisatie in ieder geval. Tenminste, ze hebben natuurlijk bij de Graafschap nog iemand lopen. Ja, bij Julian toch? Ja. Die zie ik ook wel als goede scores. Floris toch? Ook. Nee, ja, Floor zit dan inderdaad wel op Team Gullit, maar speelt natuurlijk voor Heerenveen. Ja, die speelt bij Heerenveen, ja. Maar dat waren de eerste drie van Team Gullit, volgens mij, die meededen aan de E-divisie. Tenminste, Floor is toen helaas uitgeschakeld. En volgens mij gaat dan bij de Graafschap ding spelen. Wie zijn nou net? De Graafschap tegen? Broeien. Nee, tweede e-sport van de Graafschap. Julian, ja, ik was even zijn naam kwijt. Julian gaat denk ik ook Xbox spelen dan. Ja. Denk ik ook wel. Aangezien ja, misschien geen idee. Maar je Brian nog met de kans. Zorg een keer verrassen dat hij niet in de lange hoek gaat met time shootings. Dat is wel goed hoor. Ja, het is heel goed verdediging vooral. Zo, wie is dat? Geen idee. Dat is Danny Aasbroek. Dat is Danny Aasbroek. Dat krijg je ook allemaal mee met de divisie. Soms even lekker gebrul, dat is heerlijk. Een lange bal van Dani. En we gaan 0-0 de rust in. Dat is heel gunstig voor Dani, want die heeft de eerste wedstrijd met 4-0 gewonnen. Maar Brian... Die moeten dus nog 4 maken voor een gelijkspel. Dat gaat heel erg moeilijk worden. Gaat hij denken aan zijn doelstal of gaat hij keihard vooruit drukken en alles op de aanval gooien? Dus kan je met constante druk spelen bijvoorbeeld. Brian wel echt met de kansen heel erg opvallend. 65% balbezit. Ja, maar hij creëert ook zijn kansen ermee en hij verdient echt een goal. Maar toch, voor de goal, hij heeft natuurlijk verdient hij zeker een goal. Ja. Maar de manier waarop Dani verdedigt. Ja, en de manier waarop Dani aanvalt en uiteindelijk ook zijn kansen afmaakt. Dat is weer Danny, dames en heren. Die wedstrijd krijg je natuurlijk ook te zien bij Fox Sports. Nee, de manier waarop hij zijn keeper bestuurt voordat het schot of de kans al komt, dat is hetgene waar jij verschil in maakt. Je kan je keeper besturen. Heel veel mensen doen het niet eens. Kijk naar Koen bijvoorbeeld. Die speelt zijn weekend leagues gewoon best goede scores altijd. En dan bestuurt nog niet eens de keeper. Niet? Helemaal niet? Nee, echt nooit. Echt nooit. Bizar. Je krijgt gewoon longshots altijd tegen. Bizar. Ja, heel bizar. Maar hij doet het niet. Tenminste, af en toe niet. De manier waarop Dani het doet is echt wel next level. Ik doe het veel, jij doet het veel. Maar hij zet echt de keeper al ruim. Kijk, nu... Ja, oh, jammer. Nu zag je alweer dat de keeper inderdaad... Ja, die schoten van de rank 16 die doen zo vaak. Dus van dat betreft weet je gewoon dat het gaat komen. Nee, knap. Echt heel knap dat Dani zo ver uitkijkt. Maar je let dan eigenlijk al niet meer op hetgene wat er gaat gebeuren. Dat vind ik wel... Ja, dat is best lijp, toch? Dat je kijkt niet eens meer naar wat er hier rond de 16 gebeurt. Dat is het spel waar we spelen. Ja, dat is het spel dat je keeper... Je bent meer gefocust met de keeper dan het verdedigen. En dat is wel echt heel horroristisch. Buitenspel, kom op Hessing. Ja, nou. Ja, het is nu 55e minuut, nog 35 minuten. Waarschijnlijk gaat het zo gewisseld worden. Dat doen ze altijd circa 65e minuut. En dan gaat het toch heel moeilijk worden voor Hessing om nog een puntje te pakken. Maar kan hij misschien nog werken als een doelsaldo? Dit kleine format. Ja. Ja. Ga je kiezen voor... 5 wedstrijden? Ja. Ik weet het niet. Ik zou twijfelen. Ik zou misschien gaan voor... Ja, ja, het niet heel aanvallend spel, meer gewoon rustig bal bezetten. En prik je er misschien nog 1 of 2 in. Dat zou fijn zijn. Maar ik zou niet meer 4-2-4 alles op de aanval gaan doen. Dat gaat het toch niet meer worden. Nee, dat is ook een tegenstander wat je overklaast door Danny. Maar, en ik weet niet wat de stand is bij Danny, maar nee, ja, volgens mij doet hij het goed. Dani kan er ook op lachen in ieder geval. Ja. Mooi. Nee, ik zal Hessing gewoon het uitspelen. Hopen op nog een goaltje of wat er ook. Maar dat Dani dit weg gaat geven en zijn vorm die hij vandaag heeft tenminste is... Deze wedstrijd? Nee, zie ik niet gebeuren. Ik zal mijn geld er in ieder geval niet op zetten. Dat is echt niet normaal. Nee. Dat is echt niet normaal. En het raar is... Ik blijf rustig. Brian blijft rustig. Ik moet er losgaan hier. Ik vind nog een beetje mooi tv. Ja, nou, dat heeft hij wel. Zeker waar, ja, absoluut. Ja. Absoluut. Man. Het raar is, als we het zien spelen, ook de eerste helft van hem, lijkt het niet alsof het heel traag is. Weet je? Dat zeggen mensen altijd. Ja, het is zo moeilijk. Klopt. Als je kijkt en speelt, er zit een wereld van verschil. Het wordt altijd subjectief. Het is altijd subjectief. Hoe het reageert, hoe snel het is. Dat er een verschil in zit, mag in ieder geval duidelijk zijn. Maar het is heel moeilijk om te zeggen. Maar we geloven de Brian natuurlijk op zijn woord dat het voor hem wat moeilijker speelt op dit moment. Voor Dani hebben we ook horen klagen, maar... Ja, het is moeilijk, dames en heren. Het is altijd moeilijk om dat te beoordelen. Maar Kemperkip gaat wisselen. Maar welke wissels gaan er komen? Cruijff komt erin voor Pelé. Wie komt er nog meer in? Het is Henry voor Eusebio. Ja. Henry, die zie je ook wel vaak natuurlijk. Maar Henry, die is ook niet tweebenig. Die 4-star voor zijn weekvoet, toch? Nou, is zo goed, Henry. Ik ben nog goed, die World Cup mode vorig jaar, eind FIFA 18. Had die Henry dan voor het eerst. Nou, dat was niet normaal. Ja. Maar dat kwam waarschijnlijk omdat die World Cup mode was of zo. Maar die gast was zo snel voor iemand die zo lang is. Dat is wel heel vet hoor. Natuurlijk, Henry, die finesse schoten ook. Ja. Daar staat hij natuurlijk bekend om. Ja. Maar laat dat toevallig in dit spel... OP zijn. Wel aardig werken. Komt weer Dani. Oh, zie KK zeg. Oh, dat is killen ook. Ja, goed verdedigd. Mag ook gezegd worden. Ronaldo, zeker. Cristiano, komt-ie. Bal op Harry. Ronaldo Lima. Kan hij wat onverwachts doen? Ronaldo Lima. Cristiano. Vieira. Nu kan hij dan de aanval. En hier komt typeshooting. Nee, de keeper. De keeper stond er al in. Ja, ziek hè. Ja, dat is knap. Nu gewoon Brian die gewoon zijn tijd pakken. Ik denk, het gaat me niet meer lukken om te winnen. Maar ik ga wel gewoon zorgen dat ik uit deze wedstrijd haal. En dat is denk ik wel een goede instelling. Het is niet erg dat je een pot verliest, maar... wel gewoon op een normale manier afsluiten, zodat je niet dadelijk het verpest voor de overige wedstrijden als je het dadelijk echt nodig hebt. Oef, wat doet te lang? Nee, Brian moet straks heel goed met zijn trainer denk ik even gaan praten van hoe hij de volgende wedstrijden ingaat. Ja. Want de manier waarop Brian de laatste weken eigenlijk bezig is, dat... Zijn online prestaties die zijn ook niet meer... dit is goed, dit is goed. Deze moet hij eigenlijk gaan prikken. Ja, is perfect geslide, perfect verdedigd. Echt heel goed. Mag echt gezegd worden dat je... Ja, Dani is echt heel bizar goed bezig. Het is echt... Oh, nou, hij zegt... Dani zegt we spelen slecht. Ja, omdat Brian gewoon heel veel balverlies heeft. En Dani komt er gewoon niet bij. Hij hoeft ook niet, hè? Nee, dat is eens. Zolang je hem gewoon goed verdedigt, krijg je geen 4 goals tegen. Zeker met iemand van de status van Dani. Dus gewoon je geduld houden en het moet echt wel goed komen. En hier komt Brian dan nog 1 keer. Lima. Oh, dit gaat toch echt te ver. Ja, je zag het hè, dat niemand... Echt oprecht geen truc. Ah, dit is echt niet normaal. Ja. Nou, we snappen het, Brian. Kijk, dat is wel het verschil hè. Kijk, Brian, we snappen dat het niet... We snappen dat het heel verstipt is, maar ja, het is zo moeilijk om dan gefocust te blijven dat je... Nou, dat is schitterend weer uitgespeeld. Ja, 5-0. Ja, het was al klaar natuurlijk. En dit, ja, eigenlijk is dit wel stom van Brian. Je moet denken aan je doelsaldo op dat kleine formaat nog. Maar het is zo moeilijk als jij je kapot irriteert en het loopt niet lekker om dan nog die focus te houden. Het is zo moeilijk. Ja, maar kijk, aan de andere kant hè. Brian heeft nu heel veel last van de gameplay, zegt hij. Ja. En, hij is gewoon niet tevreden. Hij is gewoon niet tevreden met de manier waarop het gaat. Maar zulke potjes hebben Stefano bijvoorbeeld ook. Dani heeft zulke potjes ook. Dat maakt het verschil tussen... die hebben ook niet elke pot dat het goed gaat. En die laten wel gewoon elke pot hun klas zien. Dat ze een keertje verliezen, dat kan. Maar die zijn wel van echt uitzonderlijk hoog niveau. En dat is wel een beetje het verschil wat zich nu wat een beetje gaande is. Maar, Brian weten we ook. Brian is ook gewoon keer op keer weer titelfavoriet bij de Eredivisie. Dus als hij niet doorgaat, zou dat wel gewoon als een verrassing zijn. Maar het is... Het heeft gewoon met mentaal te maken. Het is absoluut. Tuurlijk. Die jongens die altijd hoog eindigen, de Lef Vinkers, de Stefano Pina's, de MS Dussardis, de Tex, die zijn niet heel veel beter dan de andere jongens die hier misschien bezig zijn. Maar die hebben één ding. Dat zit hier in het hoofdje. Dat zit daar in het hoofdje, Pasquie. Ja, dat zit zeker in het hoofdje. Hij wijst naar zijn hoofd trouwens, dames en heren. Ja, ik ondertussen, terwijl ik dit gebaar maakte. Ja, nou ja, het zit echt... het is mentaal vlak, dat is heel belangrijk. Mentaal vlak is het belangrijkste, denk ik, FIFA. Ja, denk ik ook. Dames en heren, de laatste aanval van Kemperkip, a.k.a. Dani Visser, is aangebroken. De Graafschap gaat nog één keer Eusebio diep sturen, maar het mag niet baten. Over 2 wedstrijden heeft Dani Visser met 5-0 gewonnen van Brian van Heracles. Een opvallende, ruime overwinning voor Dani. Goed gespeeld. En wij zien jullie graag terug bij de volgende ronde in de play-offs van de Eredivisie. Ciao. Bye bye. Dani, een redelijk soepel begin en je wint die eerste wedstrijd ook dik. Koekoek. Ja, ik ben er erg blij mee. Vooral als Brian Hessing natuurlijk in mijn ogen, in fans hun ogen, is het denk ik wel de poolfavoriet. Dus het is zeker een lekker begin. Ja, hoe komt het eigenlijk dat je die eerste wedstrijd zo dik wint? Want het was voor ons eigenlijk wel een verrassing. Heb je goed geslapen? Of? Nee, echt de laatste 3 weken, ook online, speel ik echt mijn top, zeg maar. Nog een paar kleine foutjes aanvallend. Maar voor de rest denk ik dat ik heel sterk speel op dit moment. En dat blijkt me weer. Als je ze best wel dik verliest, hoe komt dat? De eerste pot heeft Dani beter gespeeld. Ja, ik had af en toe een beetje pech. Een paar keer de paal geraakt, ook in de tweede pot. Ja, het zit er niet echt mee. En Dani heeft gewoon heel goed gespeeld de eerste pot. Ik 4-0 verloren helaas. En de tweede pot dacht ik gewoon van, ik ga het gewoon het eigen initiatief nemen. En het ging heel goed. Ik had de eerste was ik echt veel beter. De tweede pot trouwens helemaal. Maar toch, ja, ik raak de paal en ik raak nog een keer de paal. En ik mis nog een keer 1 op 1. Ja, dat zit ook niet echt mee, weet je wel. Je moet af en toe een keer een beetje geluk hebben. Nou, dat past niet echt in mijn straatje van Hessing. Maar hij prikte nog 1 goal en dan verlies je 5-0. Ja. Dus het lijkt een dikke nederlaag, maar ik heb best 3-4 keer kunnen scoren. Maar goed. KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.